Библия – это важная духовная поддержка. Я верующий человек. Минимальная еда, туалетная бумага – с этим проблемы у нас в тюрьмах. Денис Садовский is op alles voorbereid. Als hij vandaag wordt gearresteerd, dan heeft hij in ieder geval het hoognodige bij zich. En die kans is groot. Tijdens de demonstraties van de afgelopen weken zijn al 300 mensen opgepakt. Voor het protest van vandaag hebben de organisatoren geen toestemming gekregen. Het is безвыходность. Het is een арабская ситуация, в которой они находятся, у людей накапливалось. И вот оно сейчас вылилось в эти протесты. Ook de politie van Minsk is voorbereid. De plek waar de demonstranten zouden verzamelen is onbereikbaar. En dan gebeurt het onvermijdelijke. Dit is demonstreren op zijn Wit-Russisch. Een gaatje zoeken om op het plein te komen waar mensen zich verzamelen. Maar dat gaat niet gebeuren, want de hele groep wordt gearresteerd. De demonstranten zijn verspreid geraakt over het hele centrum. Af en toe lopen ze elkaar tegen het lijf. We zullen streng zijn in de afdwinging van de wetten van het land, had president Lukashenko in het vooruitzicht gesteld. En daar houdt hij zich aan, zei het niet zachtzinnig. Vele tientallen mensen worden gearresteerd.